Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zondagochtend 22 mei. Vallen vandaag diverse buien in Nederland. En sommige buien die kunnen ook gepaard gaan met onweer. Al met al is het een vrij bewolkte dag vandaag, met ook duidelijk lagere temperaturen dan gisteren. De buien die zorgen namelijk voor flink wat afkoeling en vanmiddag wordt het zo'n 14 tot 15 graden aan zee tot lokaal nog 20 graden in het oosten van het land. Nou, op de radar ziet u al dat de meeste buien boven de Noordzee vallen, maar in de loop van de dag trekken ze toch ook wel verder het land in. En ook in het midden van het land en in het noorden van het land kunnen er een paar buien vallen. Het computermodel laat dat ook wel zien. Ja, die buienactiviteit die blijft dus vandaag overdag. Ook vanavond en vannacht is het niet droog. Dan zijn er perioden met regen. Ik denk dan wel dat de kans op onweer steeds meer gaat afnemen. Vanavond en vannacht komt uiteindelijk de meeste neerslag in het oosten van het land. In het westen kan het zelfs al wat droger gaan worden. Dit is de kaart voor komende nacht. Die staat niet goed. We gaan beginnen met de middagkaart. En de middagkaart die laat die temperaturen zien van zo'n 16 tot 20 graden. Er vallen dus diverse buien en er is afhankelijk ook nog wel kans op onweer. Wat de wind betreft, die wordt uiteindelijk westelijk tot noordwest en is dan overwegend matig. Vanochtend waait de wind met name landinwaarts nog uit een zuidelijke richting. Dat is dus vanmiddag. Vannacht is het ook nat op veel plaatsen met temperaturen zo rond de 11 graden. De wind die zit in de westhoek en is overwegend matig. Boven land draait de wind wat meer naar het noordwesten en is dan zwak. Ja, en morgen dan ziet het er toch ook over het algemeen vrij grijs uit en zijn er perioden met regen. Vooral in de oostelijke helft van het land blijft het nog lang nat. In de loop van de middag moet het vanuit het westen wel wat droger gaan worden. Waait een matige noordwestenwind die af en toe vrij krachtig tot krachtig kan zijn langs de kust. En de temperatuur die komt niet veel verder dan zo'n 14 tot 16 graden. En de dagen erna wordt het langzaam maar zeker wel iets rustiger. En de temperaturen gaan omhoog. Dinsdag is het nog redelijk fris met 14 tot 17 graden. En kan er nog een enkele bui vallen, maar de zon die komt al wat vaker tevoorschijn. En woensdag en donderdag gaat de temperatuur verder oplopen. Uiteindelijk komen we donderdag uit op zo'n 20 tot 23 graden. Zijn de zonnige perioden, maar aan het eind van de dag is er wel kans op een enkele onweersbui. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.